Prinses Arabella wordt grote zus door Milo Freeman. Prinses Arabella speelt met haar bal. Ze gooit hem omhoog en stuitert hem op en neer. Ze schudt haar krulletjeshoofd. Pff, best saai, altijd maar alleen spelen, denkt ze. Zou het niet veel leuker zijn om een broertje of een zusje te hebben waar je altijd mee kunt spelen? Ik wil geen enig kindje meer zijn, zegt Arabella die avond tegen haar ouders. Kan ik morgen een broertje of een zusje krijgen? Dan kunnen we samen spelen. Wat wil je dan het liefst? Vraagt de koningin. Een broertje of een zusje? Dat is best een moeilijke vraag, vindt prinses Arabella. Een broertje of een zusje? Het lijkt haar allebei heel leuk. Een paar dagen later is prinses Arabella op bezoek bij prins Mimoun en zijn zusje prinses Layla. De mama van Mimoun deelt snoepjes uit en iedereen smult ervan. Wat gezellig met zo'n zusje erbij, denkt Arabella. Dan pakt prinses Layla opeens een paar snoepjes van haar broer. Je hebt er meer dan ik hoor, brult ze. Niet waar, geef terug, schreeuwt Mimoun. Alle snoepjes vallen op de grond. Oei, misschien toch maar liever een broertje, denkt prinses Arabella. Een paar weken later speelt Arabella een middagje bij prinses Ling en haar drie broertjes. Samen maken ze een puzzel van wel 100 stukjes. Er ontbreekt er nog maar eentje. Het laatste puzzelstukje lijkt nergens te vinden. Oh, ik zie het al, roept prinses Ling. Ik mag het stukje neerleggen. Nee, schreeuwen de broertjes in koor. Wij doen dat. Ze rennen op het stukje af en glijden uit bovenop de puzzel. Die ligt nu weer in 100 stukjes. Oh, ik wou dat ik geen kleine broertjes had, huilt Ling woedend. Misschien moet ik een grote zus vragen, denkt Arabella stilletjes. Een paar maanden later speelt prinses Arabella verkleedpartijtje bij prinses Sophie. Wat heeft jouw grote zus altijd mooie jurken aan, zegt Arabella. Laten we een jurk van haar aantrekken, zegt prinses Sophie. Moeten we dat niet eerst vragen, antwoordt Arabella. Maar Sophie duikt al in de kast van prinses Stella. Prinses Arabella en prinses Sophie bewonderen zichzelf in de spiegel. Deze jurken zijn zoveel mooier dan die uit de verkleedkist. Opeens stormt prinses Stella de kamer in. Wat doen jullie daar met mijn kleren? Briest ze. Mama, Sophie zit weer aan mijn spullen. Het is nu alweer maanden later. Nog steeds weet prinses Arabella het niet. Wil ze nu liever een zusje? Of toch een broertje? Eigenlijk is het best leuk om enig kindje te zijn, vindt prinses Arabella. De volgende ochtend wordt prinses Arabella gewekt door papa de koning. Wakker worden, Arabelleke. Het is zover. Kom gauw kijken. Met slaperige oogjes stapt prinses Arabella de slaapkamer van mama en papa binnen. Kijk eens, mijn lieve Arabella, zegt de koningin. Een broertje en een zusje. Gefeliciteerd, grote zus.